iets anders doen vandaag. Gaan we pranks opnemen in Antwerpen met... Ik is link in de beschrijving. En bij mij, want ik ben cool. Dus we gaan allemaal random pranks opnemen, waaronder kotsprank, shout- en drinkprank, scheid- en rijens bakkensprank. Allemaal verschillende soorten pranks. Dus we gaan nu beginnen. Allee, ja. Ik ben dan niet eens aan het filmen. Ik dacht dat hij nog hier zat, Alex. Ik dacht dat hij nog hier zat. Ik dacht dat hij nog hier zat. Dit is toch erbij. Even een aparte video op ACID. Mijn link die staat in de beschrijving. Like al mijn video's. Die staat ook in de beschrijving. Abonneer zeker op al mijn kanalen. Ik heb er maar één. Op Olex. Kijk ook gewoon al die video's. Like alle video's van hun eigen. En op en Instagram like volgen, op Twitter volgen, op Facebook liken. Op, ja, je weet, alles doen. En dat was het dan, onze prankdag in Antwerpen. Het was echt fucking nice. Ik was nog nooit... Abonneer op Olex. Ik was nog nooit echt in Antwerpen geweest. En dat was nu echt een keer leuk om door heel Antwerpen te gaan. En een beetje te pranken. En Unagis en Olex waren ook mee. En we hebben leuke dingen gedaan, het was vet. Jullie hebben waarschijnlijk ook gezien dat er veel dingen met de andere camera gefilmd waren. Dat was met Olex, de dildo-camera. Op Olex kanaal staat er ook een hele leuke video waar we gewoon randomste shit doen. Maar ja, wat zouden wij nuttige dingen doen? Dus, vond je het een leuke video? Zeker duimpje omhoog. Ja, in de beschrijving. Vond je Ryan en Olex fucking vet? Check dan de beschrijving. Een kanaal staat er ook in. Het was een vechte dag. Antwerpen is een chille stad. We komen hier sowieso nog. Adieu.